Ja, de herfst. Overal om me heen is het herfst. En voor mij gaat de herfst over loslaten. Dus ook als je kijkt, wat kunnen we nou leren van de herfst? Dan gaat het over van, wat in jouw bedrijf zijn nou echt de takken van je bedrijf, de stam van je bedrijf? Dat wat blijft, ook al vallen de blaadjes er weer vanaf. En wat zijn dus de blaadjes die je los kunt laten? En het hoeft niet meteen ieder jaar, dat je ieder jaar de blaadjes loslaat. Maar het gaat er wel over dat je eens even aan de boom schudt van je bedrijf. En dat je eens kijkt, welke blaadjes vallen er dan af? Of dat je al ziet van, hé, deze blaadjes zijn wat verkleurd. Het is tijd om ze los te laten, zodat er weer nieuwe blaadjes kunnen groeien. Dus ja, dat leert de herfst ons. Dat we los kunnen laten en dat ons bedrijf gewoon blijft bestaan. En dat er weer nieuwe blaadjes komen. Ik ben nieuwsgierig welke blaadjes jij in je bedrijf los gaat laten.